Ook deze tweespraak zorgt voor een nieuwe podcast met twee boeiende gasten die onze originele vragen met plezier durven aan te gaan. Doordenkers die ze op voorhand kregen en hen laten stilstaan bij wie ze zijn en worden. Hun antwoorden moeten leiden tot een gesprek dat we ook vandaag niet controleren, maar de vrije loop laten. Geen clichés of voorgekoude stuff, maar spontaniteit en authenticiteit. Het hart op de tong blijft het handelsmerk van tweespraak. Vandaag hebben we twee sterke vrouwen te gast en daar weten de tweespraakjongens Pieter-Jan en Steven wel raad mee. Kersvers Miss België Cheyenne van Aarle mag zich een jaar lang het mooiste meisje van het land noemen. De 22-jarige Antwerpse woonde lang in het kasteel van Isegrim. Haar job als stewardess bij Air Belgium zet ze nu aan de kant voor een avontuur als Miss. Aan de andere kant zit Katrien Vermeijren, CEO van John & Jane, het premium eventbedrijf dat audiovisuele ondersteuning biedt op events. Ze was genomineerd voor de Women Awards als een van de meest beloftevolle ondernemers in Vlaanderen. Door nieuwe strategieën te implementeren, loodste Katrien het bedrijf door de moeilijke periode van de coronacrisis. Cheyenne en Katrien, welkom in onze studio. We krijgen morgen sneeuw op 1 april. Ongezien, maar hoe gaat het eigenlijk met jullie? Cheyenne, je bent de kersverse Miss België. Hoe is dat voor jou? Goedenavond, dankjewel voor de uitnodiging. Het voelt heel raar, want ik besef het zelf ook nog niet dat ik het ben. Want ik blijf altijd mezelf, ik ben Cheyenne en ik heb nu sowieso, ik ben ook ineens Miss België. Misschien is dat ook omdat ik me altijd wel ergens een mis voelde, dat ik hier nu ook ben en dat het niet raar voelt of zo. Dus het voelt alsof ik hier hoor te zijn. Dank u. Want hoe waren de laatste dagen? Die waren vrij intens, denk ik toch, hè? Ja, inderdaad. Ik had niet verwacht dat wij zo druk bezig zouden zijn de eerste dagen met de radio. Ook veel interviews, podcasts. En ik heb ook gezongen, omdat ik blijkbaar ook een talent heb. Dus ik heb voor M&M mogen zingen. Dus het was echt heel heftig en superleuk. Ja. En wat doet dat met jou, zoiets? Wel, ik wil er nooit meer mee stoppen. Ik denk dat ze nog niet van me af zijn na dit jaar. Top. Katrien, hoe gaat het met jou? De crisis, de coronacrisis lijkt voorbij en jouw sector is aan het heropleven. Met mij gaat het goed. Het doet enorm veel deugd om weer onze passie te kunnen doen. En dat zijn events beleven. Het doet zoveel deugd om de vrachtwagens 's morgens te zien vertrekken. Onze mensen met een smile tot achter hun oren terug op events te zien. Dus ik ben een gelukkig vrouw eigenlijk wel. Ja. Ja, want het was wel een heel moeilijke periode, denk ik. Het is een zeer moeilijke periode geweest, maar je beseft dat altijd maar achteraf. Ik denk ook nog niet dat we er zijn. Ik zit al 2 jaar in een soort van survival modus. Ik onderga, ik kijk vooruit, zoals we zeggen in West-Vlaanderen, deuren doen. Ik heb altijd het gevoel dat mijn klop wel nog een keer moet komen. Maar we hebben er het beste van gemaakt. We hebben vooruitgedacht. En ik denk dat dat het mooiste bewijs is van je rug terechten. Je was ook genomineerd als een van de 3 beloftevolle ondernemers in Vlaanderen. Ja. De Women Awards, hoe was dat voor jou om uitverkoren te zijn? Ja, voor mij was dat een erkenning van voor onze sector, voor ons bedrijf. Want we werken met onze John & Jane Believers, dat zijn onze ambassadeurs, dat zijn onze werknemers. En ik vond het heel belangrijk om altijd heel positief te blijven. En ik vond dat ook een krachtig signaal naar hen toe. Maar ook voor jonge meisjes die willen ondernemen en die nog hindernissen ondervinden. Ik wil daar ook wel voor een rolmodel zijn en tonen dat het wel kan. Ja, mooi. Als er één iets is dat je nu meeneemt, Katrien, uit die crisis, die hopelijk binnenkort volledig van de baan is. Als er één iets is dat je meeneemt, wat zou dat dan zijn voor jezelf? Ik denk dat we als mens veel sterker zijn dan we soms denken. Ik denk dat je zit in een bepaalde flow en je doet gewoon verder. En ik denk dat je altijd moet zoeken naar hetgene wat je beter maakt, wat je positief maakt. En het is een cliché als we zeggen, never waste a good crisis. We hebben die quote nu al meer dan 1 keer gehoord. Maar het is wel zo. Neem het als een opportuniteit, zie het niet als een tegenslag. Ja. En dat is wel een van de dingen dat ik zeker heb geleerd. Oké. Net zoals alle podcasts, de voorgaande tweespraken, hebben we de vragen op voorhand doorgegeven aan de gasten. Maar jullie zijn eerlijk, jullie hebben die niet grondig of helemaal diep voorbereid, hè, Cheyenne? Nee, dat klopt. Ik denk dat wij heel lange dagen hadden en ik ben er niet meer toe gekomen om erbij na te denken, we moeten dat voorbereiden, omdat ik wel iemand ben die spontaan is, dus daarom. Ja.
Spontaniteit, Katrien, is ook een van jouw handelsmerk. Ja, ik bereid me niet graag voor, omdat ik vind dat dat een deel van mijn authenticiteit, verdwijnt dan. En het is soms at the moment en dan komen de mooiste dingen boven. Voilà, we gaan jullie authenticiteit eens testen met onze eerste vraag. We krijgen allemaal heel veel vragen in ons leven, maar die worden niet altijd beantwoord. Op welke vraag wil jij graag ooit eens een antwoord krijgen? Dat is meteen een binnenvaller van je welste, Cheyenne. Wel, ik denk dat ik heel spiritueel ben. En ik zou graag willen weten of wij hierna nog meerdere levens hebben. Dus dat is wel iets waar je soms moet bij stilstaan. En ik denk, als je dan denkt van, oh, hier is wel een ander leven, dat het makkelijker hier is om dingen te accepteren. Mm-hmm. Ja. Ben je er veel mee bezig? Ja, ik ben daar veel mee bezig, want ik probeer met de slechtste dingen die gebeuren in het leven altijd een positieve draai te geven van, het gebeurde daarom, of er mm-hmm. zal wel iets achter zitten. Mm-hmm. Wat zou het ideale antwoord zijn op die vraag voor jou? Dat wij van een ander leven komen en wij komen hier op aarde om lessen te leren, om in te zien wie we zelf zijn, om onszelf te ontdekken en om dan de beste versie van uzelf te zijn hier op aarde, om dan naar uw volgende leven te gaan. Mm-hmm. Oké. Okay. En waar gaat dat volgende leven door, denk je? Is dat dan op een andere planeet of een andere gedaante? Of wat denk je zelf? Ja, dat is waar ik mijn antwoord op wil krijgen. Dus dat is echt wel heel breed. Mooi. Oké. Okay. Het is mooi dat je daarbij stilstaat, natuurlijk. Katrien, we gaan ook de vraag aan jou stellen, natuurlijk. Ja. Op welke vraag wil jij ooit in jouw leven een antwoord krijgen? Eerlijk gezegd, ik zat juist met dezelfde in mijn hoofd, maar ik ga dan toch een andere nemen. Wat mij op dit moment enorm bezighoudt, is waarom bepaalde mensen bepaalde handelingen stellen. Dat is veel bepaald in één zin. Concreet, waarom bijvoorbeeld een Vladimir Poetin Oekraïne binnenvalt. Ik zou echt wel eens in die mens zijn hoofd willen gaan kijken. Ik weet niet, dus, ik ben opgevoed met kleinkunst. En dan heb je een liedje van Boudewijn de Groot, meneer de president. Die zit daar lekker in zijn Kremlin of in zijn huis. Mm-hmm. Maar weet je welk leed je aandoet en voor wie? En voor wat? We hebben natuurlijk de theorieën van de grondstoffen die voor de Krim liggen en dergelijke. Maar ik vraag mij soms af, besef je dat? En ik zou daar wel ooit een keer willen, bij wijze van spreken, in dialoog gaan met die mensen en zeggen, maar waarom? En die gaat dan waarschijnlijk mee over klassen met beeldspraak en woordspraak, maar dan nog zou ik dat wel graag eens weten. Ja, wat erachter zit. Ja. Want het is toch wel iets die veel mensen bezighoudt deze dagen. Natuurlijk, ik denk dat dat ook niet anders kan. Dat is in onze achtertuin. Hè. Kiev ligt maar 2000 kilometer. Enfin, dat is zelfs net naar Lissabon gaan. Hè. Dat is mm-hmm. echt niet ver. Hè. Mm-hmm. Het heeft ook een hele grote impact op ons leven. Ik denk dat we op dit moment een volk aan het offeren zijn voor onze vrijheden. Dat voelt soms wat ambetant. Meer zelf dan ambetant. Ja. Ja. Waarom mensen dingen doen die ze eigenlijk doen, dat is eigenlijk jouw vraag. Hè? Ja, en vooral om waarom de mensen dingen doen om andere mensen pijn te doen, daar kan ik niet bij. Ik vind dat vrij moeilijk. We hadden het hier daarnet voor dat we eigenlijk starten over hoe de mensen soms vreed zijn op sociale media. Ja, dat klopt. Waarom? Ik heb zoiets als de ene het goed heeft, dan ben ik ook goed. Ik heb daar geen last van. Waarom is er zoveel jaloezie, zoveel neid? Mijn hoofd kan daar niet bij. Ik geloof nog, ik ben zeer idealistisch dat iedereen gewoon het goede in zichzelf ziet. En ik vind dat heel jammer dat mensen dat niet willen zien. Ja. Sociale media's gevallen. Cheyenne, jij staat nu in de picture, jij staat volop in de belangstelling. Hoe is dat om daarmee om te gaan als kerstfeste Miss België? Wel, ik denk dat ik iemand ben die heel sterk in mijn schoenen staat, van jongs af aan. En dat is misschien mee door mijn opvoeding, dat ze mij al heel sterk hebben gemaakt qua karakter. Maar ik ben wel iemand die altijd goed wil doen voor iedereen. Dus als ik dan thuis alleen ben, dan denk ik, dan raakt mij dat misschien wel. Maar ik weet wie dat ik ben en ik weet wat ik heb bereikt. Dus dat houdt mij wel sterk. En dan denk ik altijd, ik kijk altijd aan de kleinere mij die altijd aan het zeggen was, je gaat daar op een dag staan, dus dat geeft mij weer kracht. Want uiteindelijk ben ik het wel, dus het zal wel een reden hebben. Dus wat mensen dan zeggen op sociale media,
Dat zijn altijd mensen die minder doen als u, die u gaan criticeren. Ja, bedoel je dan ergens dat een jeugddroom is die nu uitgekomen is voor jou? Jazeker. Ik zag mij niks anders doen en nu nog steeds. Dus, Was dat echt als klein meisje dat je zei van, oké, later wil ik Miss België worden? Ja, zeker. Oké. Ja. Ja. Mijn ouders zeiden altijd, nee, je hebt een dikke nek, je gaat dat nooit worden. Maar het is wel gelukt, hè? Ja, inderdaad. Dat heb je alleen aan jezelf te denken, hè? Ja, aan het comité die mij gelooft. Ja, maar toch, het is jij die het wel doet, hè? Ja. Ja, daarom dat ik wil meegeven, als je iets wil bereiken, denk ik dat je heel hard moet werken, fysiek, maar ook mentaal, voor je persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. Want ja, anders gaat je jezelf niet eerst niet leren kennen. Mm-hmm. Dat is weer al iets dat je van je bucketlist kan schrappen. Ja. Dat is lang geleden een van onze vragen in tweespraak. Ja, maar die is er af, Steven. Het leven gaat door soms. We hebben hij mee naar vroeger. Het is dat. Nee, we leven in een vreemde wereld, dag van vandaag, ja. Maar we leven ook in een snelle wereld, een wereld die ook nooit stilstaat, die ook soms wat veel kan zijn voor onszelf. En dat vraag ik mij af, ik zal beginnen bij jou, Katrien. Een bloeiend, boeiend bedrijf, veel werk, heropleving, veel stress, veel druk. Hoe gaat iemand als jou om met stress? Of, heel mooi verwoord, hoe onthaast Katrien? Ik probeer 3 keer in een week te sporten, omdat dat mij een goede vibe geeft. Onlangs vroeg iemand mij, hoe is je work-life balance? En dan dacht ik van, ik heb geen work-life balance, my work is my life. Weet je, wat ik doe, dat is mijn passie. Wat ik ben, ik adem John en Jane uit, ik adem de eventsector uit. En dat is gewoon hetgene dat ik super graag doe. Ik ga daarmee gaan slapen, ik sta daarmee op. En het is soms heel moeilijk om daar een balans in te vinden. En dat is niet altijd even evident. Maar ik ga tenminste met volle teugen van mijn leven genoten hebben. Soms te veel. Ja, want ik kan me inbeelden, in jouw sector, dat het niet 9 to 5 is, maar echt dag in dag uit loopt het door. Nee, het is 24 op 24. Ja. Elke dag, elke avond. Maar dat maakt het ook wel superleuk. En weet je, de eventsector, dat is één grote familie. Hè. Dat is van de organisator tot de cateraar, tot de technici. En ja, je komt altijd ook wel dezelfde mensen tegen. En dat maakt het ook boeiend. Het is een creatieve sector. Dat is gewoon geestig. Ja. Maar ik vraag me dan af, je zegt 3 keer sporten in de week. Ben je dan bijvoorbeeld iemand die een vast ritme heeft op een dag? Die zegt van, ik maak 's morgens de tijd voor wat rust of 's avonds? Of? Ik sta om 6:30, drie keer in de week om 6:30 sport ik. Okay. Dat is dat wel met een personal trainer, die haalt mij bij wijze van spreken uit mijn bed, zodanig dat ik toch iets doe van sporten. Vroeger ging dat allemaal veel beter. Maar sinds het bedrijf bloeiender is en groter is, is dat... ik heb gewoon een goede excuus telkens om het niet te doen. En ik denk dat je dat perfect kan inplannen. Maar ik doe dat 's morgens vroeg. Ik ben een vroege vogel. Ik sta graag... De ochtendstond heeft goud in de mond. Dat is wel mijn motto, in tegenstelling tot mijn man. Maar daarin zijn we dan perfect complementair. Dus ik start graag de dag vroeg en dan kan ik mijn ding doen. Ik lees ook wel graag. Ik ben nu heel veel aan het lezen over vrouwen en macht en hoe dat vrouwen communiceren. Waarom dat vrouwen... de stijl van communicatie dat vrouwen soms doen, anders benaderd wordt als mannen, omdat dat mij vrij inspireert. En dat interesseert mij enorm. Mm-hmm. Heb je al iets concreets geleerd uit wat je las? Ja, bijvoorbeeld, je hebt een boek, Nice Girls Don't Get the Corner Office. En dat gaat eigenlijk over hoe dat vrouwen eigenlijk worden opgevoed als meisjes. En dat je als vrouw eigenlijk... soms meisje bent en soms vrouw. En daar heb je tips en tricks in. Mm-hmm. Maar ik ben ook de geschiedenis van vrouwen aan het lezen. Eigenlijk is het allemaal nog niet zo lang geleden dat vrouwen geen stemrecht hadden. Mm-hmm. 1949, mm-hmm. Mijn grootmoeder heeft dat nog meegemaakt. Mijn grootmoeder, op het moment dat zij trouwde, was haar carrière gedaan. Als je daar allemaal bij stilstaat, dan denk je, oké, we hebben al een lange weg te gaan. En dan weet je, oké, we moeten misschien ook daar nog wel voor blijven strijden. En ik vind dat heel belangrijk... Dat jonge meisjes rolmodellen hebben. En daarom wil ik me daar ook in inlezen. Omdat ik zit met een ambitie om met vrouwelijke ondernemers Vlaamse scholen te gaan rondtrekken. En zo jonge mensen, niet alleen meisjes, maar ook jongens, te overtuigen van te ondernemen. Maar ook dat om de...
om aan te tonen dat er obstakels zijn, maar dat je daaromheen kan gaan. Ik vind dat heel belangrijk. Stress, Cheyenne. Heb je er soms last van? Ik ben iemand die niet snel stresst. Dus ik denk dat dat van persoon tot persoon afhangt, wat je persoonlijkheid is. Maar ik train vooral op mijn onderbewustzijn. Dus ik heb een app bijvoorbeeld, Meditation Moments. Mm-hmm. En dan ga ik daar s'avonds mee slapen om mijn onderbewustzijn dan in positieve gedachten te brengen. Want anders neem je dat mee naar de volgende dag. Ja. En toen ik daarmee begonnen ben, dan je ziet na een week of twee van wow, ik ben veel positiever in het leven. Dus dat helpt enorm. Want ik kan me wel voorstellen, de stewardess, de luchtvaart, is een heel vluchtige wereld. Dus uiteindelijk heel veel zaken die bewegen. Heel veel stress ook, denk ik, van timings, deadlines, iedereen op tijd erin, op tijd eruit. Is dat iets die jouw partner heeft gespeeld op een bepaald moment? Dat je het dan moeilijker had dan dat je nu hebt? Of? Nee, het geeft wel soms emotionele stress, want er gebeurt wel veel op een vlucht. Of je moet een oma zuurstof geven, of iemand zit te huilen omdat hij naar een begrafenis moet in zijn land. Dus er komt emotionele stress bij, dat pakt mij vooral. Maar gevaarlijke stress in het vliegtuig zelf, dat weer niet. Ja. Nee. Katrien liet dan net het woordje rolmodel vallen. Heb jij het gevoel dat jij dat nu ook bent, of aan het worden bent voor jonge meisjes bijvoorbeeld? Ja, dus denk ik daarom dat ik ook echt Miss België wou worden. Want mijn verhaal, met mijn afkomst van waar ik kom, heb ik heel veel geleerd van hoe het wel moet in het leven en wat echt belangrijk is. En ik zie heel veel jonge vrouwen op Instagram die het helemaal fout zien van wat leven is. En daarom dat ik nooit op sociale media was, omdat ik dacht van dat is mijn wereld niet. Mm-hmm. Nee, dus ik wil wel aan de jonge meisjes en ook, we vergeten ook de jongens, mee te geven van wees gewoon jezelf, dat is genoeg. En geld is niet het belangrijkste in het leven. Het is echt gewoon van elkaar houden. En zeker in de wereld waar we nu in zijn, met corona, met oorlog, moeten we zien wat belangrijk is. Mm-hmm. Ik vond trouwens dat het een heel mooie woordspeling was van Pieter Jan. De luchtvaart als een vluchtige wereld. Ja, ik ben nogal van woordmopjes. Woordmopjes, dat weet je, want het is van alles tegen. Oké, top. Maar ik vind het wel mooi dat dat zegt. Emotionele... inderdaad, emotionele stress, want ik kan mij voorstellen dat het is een we zitten hier in een storytellingbureau, dat een vliegtuig ook, dat zijn honderden verhalen in één ruimte. Ja, dat klopt. Dus dat is, ik heb het altijd heel mooi gevonden ook. Je gaat van A naar B en je brengt eigenlijk mensen naar een andere plaats in een mooi comfort. Ja, ze denken altijd gewoon maar koffie en thee serveren, maar nee, je bent met verschillende mensen bezig. Sommigen zijn emotioneel van het vliegen zelf. Dan heb je... Ja, je moet... Ik heb soms een vlucht waar ik 3-4 gezinnen heb geholpen gewoon door te praten, dus... Ja, we zijn veel meer dan dat. Je moet ook een beetje psycholoog zijn op het vliegtuig. Zeker, zeker. Ja, mooi. We zijn klaar voor de derde vraag, als ik goed heb geteld. En dat is een vraag die gaat over ontroering. Zijn kleine en grote dingen, mensen, gebeurtenissen die ons kunnen ontroeren. Dus zijn we heel erg benieuwd naar het antwoord op de vraag: wie of wat kan jou diep ontroeren? Cheyenne? Ik leef veel mee met mensen, te veel mee. En soms moet ik mij gewoon afzonderen van andermans emoties, want ook met een film of zo ga ik heel snel gaan huilen of met mijn liedje. Dus ik ben wel iemand die heel gevoelig is, maar ook tegelijkertijd ook heel hard. En dat maakt mijn persoonlijkheid. Dus ja, ik kan het niet zeggen waar, maar ik ben wel heel gevoelig en emotioneel voor kleine dingen. Je zegt, ik ben heel gevoelig, maar tegelijk heel hard. Kan je dat dus uitleggen? Hoe ik dat moet zien in praktijk? Omdat mijn ouders me hebben opgevoed dat ik sterk moet zijn, kan ik niet meeleven met mensen die gaan huilen voor het minste. Omdat ze iets kleins hebben meegemaakt en die gaan daar heel hun leven lang voor gaan huilen. Terwijl er mensen in oorlog leven of geen geld hebben. Dus met jonge vrouwen die voor kleine dingen gaan huilen, daar heb ik geen compassie mee. Okay. Omdat ze nog niet genoeg hebben meegemaakt. En daardoor ben ik emotioneel, maar ook heel hard soms. Mm. Ja, want de wereld van missen, die staat ver van mijn leven. Is dat een harde wereld eigenlijk? Ik heb dan niet gevoeld dat dat een harde wereld was. Ik heb ook nooit modellenwerk en misverkiezingen echt kunnen meedoen. Ik heb wel eentje gedaan toen ik 14 was, Miss Wallonië. Maar wij waren super lief voor elkaar. Ik denk dat het comité echt heel hard naar persoonlijkheid kijkt. En nog meer de laatste jaren, waardoor dat we echt hele mooie zielen hadden. Ik denk dat de harde wereld daarna pas komt. Als ze verkozen zijn, dan zien we dan wat de echte gezichten zijn. Ja. Dankjewel. Katrien, wie of wat kan jou ontroeren? Mijn kinderen, dat vind ik altijd, dat is echt mijn zwakke plek.
Maar ik ben zeer sentimenteel, ik ben een blätter. ik kan zeer snel ontroerd raken van iets. Als iemand iets mij vertelt of... ja, die me impact. Maar mijn kinderen, ja, dat is echt, echt een zwakke plek. Daar kan ik niet aan doen. Ik moet die af en toe ook achterlaten, omdat we, ja, voor de job dat we hebben. En ik heb dat er ook al wel altijd wat moeite mee. Ik vind dat ook een hele moeilijke... Ik ben zeer ambitieus. En daarnaast voed ik ook kinderen op. En soms vind ik dat een spagaat. Ja. Omdat ik heel hard mijn eigen weg blijf gaan. En toch met hen wel rekening houden. Maar kijk, de verwondering dat een kind kan hebben over een vlinder die vliegt. Of een kamp dat ze gemaakt hebben, die onschuld. Dat is toch een van de mooiste dingen die bestaat. Ivan. Okay. Want hoe oud zijn jouw kinderen? Ik heb een plusdochter, die mag niet meer zeggen 11, want ze wordt bijna 12. En een zoontje van 5. Ja. Ja. Dus nog volop de wereld van verondering, hè? Die van 5 dan toch? Ja, die van 5 is zot. En ik lees die ook altijd, als ik thuis ben, hetzelfde verhaaltje. En dat is het verhaaltje van Archibald. En zijn mama vertelt dan, zegt hij, mama, zie je mij graag? En dan zegt de mama, ik zal eens vertellen hoe graag ik je zie. Dus ik zie je graag, zelf als je liegt, ik zie je graag. En dan zegt ze, ik hou van jou voor eeuwig. En altijd. En als ik mijn kindje in zijn bed leg, als ik de kans heb, dan zeg ik altijd, Kasper, ik hou van jou. En dan zegt hij, voor eeuwig en altijd. Mooi. Oh, dat is mooi. Mooi. Ontroering. Iedereen wordt hier stil. Ja, het is, we hebben het al een paar keer gehad, zo'n stil momentje. Ik vind dat mooi. Maar ik ga er een vraag aan... Tenzij jij nog iets wilt aanvullen, Cheyenne? Nee, het was heel mooi gezegd. Ik denk dat ik het niet mooier kan zeggen. Voilà, perfect. En dan gaan we van ontroering naar... Ook een van mijn favoriete vragen, naar de trekjes. Of trekjes dat we niet snel aan anderen laten zien. Dat zou kunnen zijn dat je zoiets hebt, een bepaald trekje, een bepaalde karakteristiek of een guilty pleasure, zoals we vroeger zeiden, Steven. Maar dat je misschien niet heel snel aan anderen laat zien. Ik zie de twijfel in jullie ogen van, wat ga ik hierop antwoorden? Maar ik ga toch bij Cheyenne beginnen. Geen idee, maar als ik dan nadenk over vorige week, dat we een repetitieweek hadden met alle meisjes samen en dat we met 6 in een kamer zaten, ik zit keihard te snurken, maar echt niet normaal. Iedereen heel de week wakker, iedereen was boos op mij en dan, ja, nu schaam ik mij keihard. Oké, dus snurken is op zich een trekje dat je zegt van, eigenlijk weet je dat niet van mensen van mij, maar... Ja, het is echt gelijk een man, dus... Nou, blijkbaar. Ja. Of misschien overdrijfde die gewoon een beetje. Er zijn ook mannen die niet snurken, trouwens. Hebben ze dat opgenomen? Nee, dus misschien dus dan is er geen bewijs. Ja, was het niet een beetje de competitie op het moment zelf van... Ja. Oké, maar dus snurken, oké. Katrien? Dat ik soms wel onzeker ben. Ik kom zelf zeker over en ik denk... mensen zeggen, ja, hij weet altijd wat je moest zeggen. En dan denk ik, nee, ik weet dat niet. Allee, ja, dat is gewoon wie dat ik ben. Maar ik heb ook wel ik ben soms ook wel zeer onzeker. Maar ja, ik probeer dat niet te laten blijken. Ik denk dat iedere vrouw dat, en ja, man dat wel heeft. En sommigen komen zo zelfzeker overal, maar diep in u. Ja, is dat iedereen. En ik zeg altijd, ben ik maar een simpel meisje van de zee. Ik had een simpel meisje van de zee. En als ik dan word uitgenodigd, bijvoorbeeld als hier, ik vind dat altijd een hele eer. Hey, mensen zeggen dan bijvoorbeeld, ah, proficiat met die Women's Award. Dan denk ik, ja, proficiat. Ik doe gewoon watgene dat ik graag doe. Of we hebben ook Sound of Silence gedaan. Ja, met Sound of Silence, jullie hebben dat goed gedaan. Ja, nee. Ja, ik heb gewoon gedaan wat dat normaal is, opkomen voor een sector. Dus ofwel relativeer ik alles dood, dat kan ook wel. Want je zwakke plek tonen, dat kan soms ook respect opleveren bij anderen, denk ik. Ja, zeker. En ik denk dat dat ook een stuk is van de gave dat ik heb, om dat te laten te uiten. Dat is een stuk van je van mijn authenticiteit, maar dat is niet altijd even evident om dat te tonen. En zeker als je met een bedrijf zit met heel veel medewerkers, je wilt altijd wel zelfzeker overkomen. Ja. Maar zij weten dat ze... Zij weten dat. Want met hoeveel werken jullie op vandaag? 15. Ja. Op zich ook daarin, dus inderdaad zoals hij zegt, de mensen verwachten een zelfzekere Katrien, maar ik vind dat ook heel menselijk als Katrien een keer niet altijd even zeker is. Nee, en ik laat ook wel altijd mijn emoties in. Dus ze hebben mij al zeker zien wenen en dat gaat soms over kleine dingen. Maar we hebben in onze
in onze bedrijven zeer vlakke cultuur en een heel open cultuur en heel open communicatie. En ik denk dat je daar het vers van al mee raakt. Ja. Onzekerheid en snurken, dat zijn inderdaad trekjes die ik nog niet weet. Van dat snurken, allee, ik vind dat je dat gewoon eerst moet kunnen bewijzen, anders is dat niet waar. Ja, maar ik weet dat wel al. Ook, Okay. Nu moest je zeggen, nee, dit is echt niet waar. We gaan naar mensen die ons inspireren. Ja, die komen soms tegen dicht bij ons, maar soms zijn er ook heel bekende mensen in de wereld die ons ergens raken en die ons op weg zetten. Welke beroemdheid, en dat kunnen meerdere mensen zijn, kan jou inspireren, Katrien? Dat is nu één wat ik wel over nagedacht had. Die had ik gelezen en dacht, ja, ik ben altijd zo die clichés van Michelle Obama en ik hou daar niet zo van. Maar dan denk ik aan mensen die het echt hebben zelf moeten... Allee, Michelle Obama heeft ook zelf moeten doen. Maar dan denk ik zo aan de Gandhi's van deze wereld. Aan de Martin Luther King's. Aan de Nelson Mandela's. De mensen die zo de underdog-positie... En die toch tegen hun natuur in... Nee, het is niet tegen hun natuur weten... Als ze opkomen voor dit of voor dat ze daar heel veel tegenkanting tegen hebben... Ja, ik vind dat schitterend. Die rebellie, hè. Ik hou daar zo van. En ze doen het toch maar, hè. Vrees voor hun eigen leven, voor hun eigen familie. Ja, chapeau, daar heb ik wel heel veel respect voor. Want dat is opkomen voor je idealen. Kunnen daar heel veel mensen in valleren. Ja. Ja. Doen mensen al te weinig opkomen voor wat ze echt willen en denken? Wel, heel veel mensen zeggen tegen mij van... Ah, zou jij ooit in de politiek gaan? En dan zeg ik, oh nee, de politiek, ja nee. Ja, ik denk dat je heel snel je idealen verliest tegenwoordig in de politiek. Maar als je dingen wil veranderen, ja, dan moet je wel opkomen voor je idealen. En dan moet je bepaalde keuzes maken. En ik denk dat soms te weinig gebeurt. We keren nu terug naar het gesprek over sociale media. Mensen spuwen. En wel, als je het beter kan, doe het dan beter. Mm-hmm. Doe het dan anders. Kom op, kom ervoor op. Mm-hmm. Dus ja, dan doen ze te weinig. Ja. Je hebt het woordje rebellie ook laten vallen. Hoe rebels ben je zelf? Ik denk niet dat ik echt rebels ben. Ik ben soms echt wel lastig. Ja, ik ben soms wel rebels. Ik ga wel graag nog een keer tegen de mute in. Soms zo, en mijn man zegt van, Jezus, oh, gewoon uw mond. Dat zo, als we zo in gesprek zitten aan tafel met vrienden zo, en het gaat dan over bijvoorbeeld over allochtonen, en dat ik wel een standpunt durf innemen, ja, dat ze van alle allochtonen, oh, wat zijn weer deze? En dan zeg ik, ja. Ik zeg, heb je dat procentueel al gezien, dat meer allochtonen dan Belgen zijn die dat doen? Ja. Ik zeg, heb je het zelf al meegemaakt? En dan zegt mijn man, zwijgt. Ja, maar ik kan dat niet laten. Zoom out. Plaats alles in perspectief. En denk soms kritisch na. Doe aan zelfreflectie. Ik vind dat zeer belangrijk. Dus je bent soms aan mijn tand. Mm. Maar je bent soms ook op je tong. Nee, kan dat niet. Okay. Dat is dan mijn tand. Dankbaar voor een podcast. Ja. Zeker, ja. Zeker. Dus vuur maar af. We gaan hier nog veel vragen stellen straks. Cheyenne, zijn er beroemdheden die jou ergens inspireren? Wel, ik weet niet of dat een cliché is of niet, maar ik kijk heel hard op naar Angelina Jolie. Want zij heeft... Ja, oké, zij is iemand geworden, maar zij heeft zoveel gedaan voor arme kinderen en voor de derde wereld, dat ze zelf in een depressie is geraakt en zelf haar man is verloren. En dan nog is ze blijven strijden tot ze niet meer kan. En ook met alle ziektes die ze heeft gekregen en toch blijven doorgaan en haar borst amputeren. En nog, ze klaagt niet. Dus dat vind ik mooi, want er zijn heel veel grote sterren die aandacht zoeken misschien met mensen dat ze hebben, omdat ze dan meer in de media komen. Maar zij is gewoon echt iemand die wel heel puur is. Mm-hmm. Ja. Dus goeie wijn trouwens, hè? Van Miraval. Dat is van het château, hè? Van Angelina Jolie. Ken je niet? Ja. De wijn, vandaar. Klopt. Ja. Wijnkenner. Ja. Nee, mooie flessen ook. Ja, mooie... Ja, zeer goed. Zeer ja, mooie flessen. De zeer bekende unoloog die dat... Ja, unoloog, ja, wijn. Die dat maakt. Dat zit daar eens in de Provence. Dat is een van de betere rosés. Miraval, een aanrader. Ja, ja, het staat er echt ook op aan de achterkant. Ja. Bottled by Pitt en Jolie. Ja. En denk nu enkel Jolie, denk ik. Ja, want ja, met Pitt en... Ze zijn niet meer samen, denk ik. Want nee, dat volg ik allemaal niet.
Ik volg het, ze zijn niet meer samen. Ah, voilà. Maar ze komt er wel over als een heel sterke persoonlijkheid ook, hè? Angelina. Ja, terwijl het eigenlijk alles behalve dat was, hè, thuis. Maar ja, ik denk dat alles wel zijn redenen heeft, dat gebeurt in je leven, als er iemand uit je leven moet gaan. Maar zij is echt een voorbeeld wel. Mm-hmm. Heb jij dat ook, een soort van girl power, zoals Jolie dat ook wel heeft? Als ik daar de kans voor zou krijgen, ja. Want ja, natuurlijk, zij heeft heel veel macht, heel veel geld. Zij kan het allemaal wel doen, maar ja. Ik kan wel mijn best doen al in België, daarom ben ik Miss België ook, hè. Ja, mooi. Ik vind het toch wel ook altijd moet opletten als mensen die macht hebben, ook wel een keer een macht, zoals je daarnet zei, misbruiken. Of als ik denk aan de passage nu van Will Smith op de Oscars. Wow. Toch was zijn eigen macht wat te buiten ging. Op zich ook op zich een mooie show geweest, maar het is dan ook wel jammer als je ziet dat zo'n invloedrijke personen ook eigenlijk alles van naar beneden kunnen halen. Maar gelukkig was het blijkbaar een heel mooie show van de misverkiezing. Ja. Die moeten we trouwens nog dringend inhalen, Steven. Ja, het was echt prachtig. Het is de mooiste Miss België-verkiezing ooit. Ja. Dus zeker naar kijken. Voilà. En geen slap in the faces, enkel een zeer goede show. Ja. Er is niemand op het podium gesprongen? Niemand gevallen, geen BH's dit jaar die rondhangden aan de jurken. Nee, het was allemaal mooi. Okay. Fantastisch. Schitterend. Oké. Dan gaan we door van beroemdheden naar vergelijkingen. Je hebt het daarnet al heel eventjes misschien onbewust gezegd, Cheyenne, maar dat je zelf soms jezelf ziet als klein meisje of als jongere persoon. Maar stel nu dat je jezelf vergelijkt met wie dat je 10 jaar geleden was. Wat is er dan volgens jou allemaal veranderd? Want dan ben je 12 jaar. Stel dat je jezelf vergelijkt met de 12-jarige Cheyenne. Wat is er volgens jou allemaal veranderd? Of voornamelijk veranderd? Wel, ik ben altijd heel volwassen geweest, dus ik wist wel goed wat ik wou. Ik denk eigenlijk niet veel, want ik ben altijd mezelf gebleven en de manier van naar mezelf te kijken heb ik nog steeds. Dus eigenlijk niet veel. Natuurlijk ben ik geëvolueerd als persoon en weet ik van, ik heb keiveel ambities, ik kan keiveel kanten op. Dus dat heb ik nu wel meer, maar ik ben niet meer bang voor niks meer. Mm. Dus misschien was ik vroeger te bang, want ik wou heel snel stabiliteit en alleen wonen en het moet allemaal volgens boekjes gaan en nu ben ik voor niks meer bang. Mm. En had je die ambitie ook al toen je 12 was? Want je komt overal zien iemand die heel ambitieus is ook, denk ik. Ja, ik wou altijd heel veel. En dan zeggen mijn ouders altijd, jij wilt altijd zoveel. Maar ja, wat ik zeg, komt er wel van, dus nu geloven ze mij wel meer. Ja. En stel dat je zelf tegenkomt, dat je zelf op straat plots de 12-jarige Cheyenne ziet. Zou je ze een bepaalde tip of raad geven voor later? Of zeg je van, ook daar wist ik eigenlijk vrij goed wat ik moest doen? Nee, gewoon mezelf blijven en erin geloven. Ja. Ik heb nu niks dat ik kan meegeven, want ja, ik denk altijd wel goed na voor ik keuzes maak. Dus ja. Oké, helder. Katrien, je hebt daarnet zelf aan de luisteraars verklapt hoe oud je bent. Als je 10 jaar terug gaat, ja. Dan ben je eind de 20, we mogen het zijn. Wat is er zo allemaal veranderd in jouw leven? En ja, als je jezelf vergelijkt met dat meisje van toen? Ik was onbezorgd. Dat mis ik. Ja, die onbezorgdheid. Mm-hmm. Zo, ik weet het, uitgaan. Ik ben hier nog uitgegaan in de Bras in Kortrijk. En de dag daarna niet moeten nadenken van, ik moet dat doen. Of mm-hmm. Ook geen verantwoordelijkheden. Ik zou zo 1 dag nog een keer willen zo 20 zijn. Zo 1 dag, dat ik nog studeer, en te volle genieten van dat moment. Op het moment dat je studeert, denk je, ik heb geen leven. Ja. Heb wel een schoolleven. Ja, en die Katrien, ik ben wel een persoon die heel lang op zoek geweest is naar mijn identiteit. Ik heb goed geleefd, hè. Ik heb een jaar in Costa Rica gewoond, ik heb gestudeerd, ik heb er goed van genomen, ik ga het zo zeggen. En ik ben op latere leeftijd, op mijn 29e, mijn man tegengekomen en dan is alles veranderd, mm-hmm. In de zin positief, maar ook een bedrijf erbij. En ik ben wel altijd ambitieus geweest, hè. Ik heb dat ook al gehad, hè. Als ik jou vertel, ik wist niet wat ik wou. Ik had altijd zoiets, ik ga ondernemen, ik ga een bedrijf hebben en dit. Maar ja, ik was daar om mijn 20 totaal niet mee bezig. Ik zat in de scouts te ploeteren, pintjes te drinken. Ik was wel groepsleidster. Enfin, dan deed ik dat wel. Maar ja, onbezonnen leven, zalig, hè. Mm. En welke goede raad zou je bijvoorbeeld jonge ondernemers, die deze podcast misschien ook horen, willen meegeven?
Als je in iets gelooft, dan moet je niet altijd gaan zoeken achter hetgene dat geld opbrengt. Maar als je iets met passie doet en met authenticiteit, dan ga je heel ver raken. Ik vertel altijd het verhaal, want ons bedrijf is gestart uit een jongetje van 9 jaar. En dat was een jongetje van 9 jaar die een passie had voor licht en geluid. En zijn buurmeisje die spreekt er nog altijd over. Amai, hij was er nog sterk mee bezig. Maar die heeft zijn passie gevolgd en heeft daar een bedrijf van gemaakt. En is dat verder blijven in geloven. En dat is het bedrijf dat we nu nog altijd mee staan. Dat is nog altijd John & Jane. Dus met passie en authenticiteit kom je heel ver. En die naam van het bedrijf, dat integreert me wel. Ja? Is dat die jongen en zijn buurmeisje? Nee. John & Jane ken je in de Anglo-Saxische landen, noemen ze mensen die ze niet kennen, noemen ze die John & Jane Doe. Ja. Technici, de audiovisuele sector, dat zijn de mensen van de eventsector die je niet kent. Want die komen opbouwen wanneer er niemand in de zaal zit. Als de show van Miss België bezig is, dan zitten ze achteraan de regie en zorgen zij dat de missen goed worden uitgelegd. Als er klank is, dat die goed worden gehoord. Als er video's zijn, dat die op het juiste moment worden afgespeeld. Je ziet die niet. Dus die zijn eigenlijk de Johns en de Jane Doe's van de eventsector. Ja. En John & Jane verwijst naar partnerships ook. Dus, voilà. Er wordt over nagedacht. Storytelling. Amai. Ja, het zou wel zijn. Mooi, zeer mooi. We gaan er nog eens een andere vraag, een persoonlijke vraag tegenaan gooien. Dat hoort zo bij tweespraak. En we gaan eens naar liedjes, boeken en films. Die vraag nemen we altijd als een van de laatste, maar in deze uitzending gaan we dat nu niet doen. Met welk boek, met welke film, met welk liedje heb je zelf ergens een persoonlijke band, Cheyenne? Wel, ik heb hiermee Miss Talent gewonnen bij Miss België, want ik zoek altijd mezelf in liedjes of in boeken of in films. Dat is het liedje van het Frans Eurovisie Songfestival, Barbara Pravi, voilà. En die staat gewoon op het podium, alleen, met een licht op haar in het Eurovisie Songfestival. En die zegt, kijk, dit is wie ik ben. Ik heb niks meer. Ik heb enkel wat ik hier vertoon, mijn ogen, mijn handen. En hiermee gaat het moeten doen. En die heeft een heel sterk karakter. En dat liedje ligt me echt nauw bij het hart. Mm-hmm. Want Eurovisie Songfestival, als ik daaraan denk, dan is dat altijd met heel veel show en bombari. Bij Barbara Pravi is dat heel, heel sober ook, denk ik. Ja, en dat heeft mij heel hard gepakt, want iedereen wil heel veel show verkopen en die zijn daar jaren en dagen mee bezig. En Barbara Pravi had zoiets van, ik ga daar gewoon alleen staan, mijn licht op mij. De sterkheid van een vrouw tonen. Ja, lijkt ze ergens op jou? Ja, dat liedje misschien wel. Ja, en waarover gaat het liedje voor de mensen die het niet kennen? Over dat je gewoon jezelf moet zijn en dat mensen je maar moeten accepteren zoals je bent. En dat is vooral heel belangrijk. Mm-hmm. Want in de aanloop van de verkiezing heb jij ook gezongen. Is dat ergens ook een droom van jou om in die richting uit te gaan? Wel, waarom niet? Het comité is achter mij om mij daarin te lanceren, dus waarom niet een zingende mis? Ja. Dat zou wel zijn. Fantastisch. Nu nog een producer of iemand die wat mee ondersteunen daarin. Ja, super. Inderdaad. Top. Katrien, welk boek, welke film, welk liedje is heel bijzonder voor jou? Ik hou heel hard van het klarinetconcert van Mozart. Dat duurt exact ongeveer 12 minuten. En ik kan daar echt van ontroerd raken. Ik heb het al gezegd, dat ik sentimenteel ben. Oprecht, ik zit daar keihard luid in mijn auto en dan weet ik, zalig, even onthaasten. Maar ik ben ook wel zot van het van smartlappen. Van wat? Ja, van smartlappen. Smartlappen. Je hebt zo het liedje van Hazes, Als je alles weet. Ik vind dat een prachtig lied. Ik kan daar niet aan doen. Ik kan daar blijven naar luisteren. Dus zeker van de junior heeft dat opnieuw, Martijn heeft zeggen tegen hem, de junior. Maar hij heeft dat opnieuw gezongen op Liefde voor Muziek. Ik vind dat een prachtig nummer. En ik heb zo ook, doordat ik in Costa Rica heb gewoond, zo Spaanse muziek, Por qué te vas van Mana. Ja, ik heb zo mijn playlistjes dat ik opleg en ik word daar soms gelukkig van en soms een beetje ontroerend, is in welke stemming dat ik ben. En ik probeer ook heel veel te lezen, bijvoorbeeld het smelt van Lise Spitt te zien en van boeken dat ik super mooi vind. Mooi, dat is eigenlijk een zeer tragisch boek.
Het komt binnenkort een film vanuit. Ja. Maar ja, fin, ik ga altijd wel een beetje de sentimentele tour op. Mijn man zegt dan altijd, oh nee, gaan we weer kijken zo naar een romcom. En ik zeg, ja, dat is super cool. En zegt hij, nee, nee, een thriller. Maar daar word ik dus totaal niet blij van. Mm-hmm. Ik ga altijd wel een beetje de sentimentele tour op. Noem eens een goede romcom die de mensen moeten zien. Notting Hill. I'm just a girl standing before a boy, asking him to love her. Prachtig. Mm-hmm. Notting Hill. Akkoord? You Grand Rapids. Ja. Ik zat te denken aan Four Weddings and a Funeral, maar dat is een beetje hetzelfde. Dat is een beetje hetzelfde, maar aan Notting Hill, ik weet ook nog perfect, dat was nog in de Rialto in Oostende, ik weet met welke vriendin dat ik die gaan bekeken heb, en in welk café dat we achteraf nog iets gaan drinken zijn. Dus moet ik je voorstellen, dat is een film, ik heb die waarschijnlijk al 20 keer herbekeken, omdat die ook zo heel veel vaak opnieuw wordt uitgezonden. Mm-hmm. Maar ja, dat bleef mij ergens wel... inspireren is niet het woord, dat is gewoon leuk. Beetje zoals The Holiday, of dan nog iets, een ander kaliber? Ja, dat vind ik alweer iets platter. Ik vind die Notting Hill en ook die sfeer van Londen. Londen is toch een supercoole stad. Ja. Ik ben daar juist voor corona naar de musical gaan kijken van Tina Turner. Aanrader. Zot. Ja, ik vind musical en al die dingen, ik vind dat superleuk. En Londen, ja, dat is een mooie stad. Hè. Zou wel zijn, zou wel zijn. Maar dan ben ik ergens verbaasd dat je toch ook kiest voor smartlappen, want dat is iets helemaal anders. Hè. Ik ben daarmee opgevoed, hè. Dus ik kom uit de familie. Dat was zo van, allee meisje, sta ik hier op tafel. Hazes wordt nog altijd luid meegekweeld op elk familiefeest. Soms tot grote ergernis van de schoonfamilie. Maar dat zit zo wat in ons bloed. Kan daar niet aan doen. In de scouts waren we ook al die begonnen mee te zingen. Ja, dat is folklore, hè? Ja, ik denk dat zijn. Ik vind dat wij als je kijkt in Duitsland naar die shows, en in Nederland heb je dat ook, de vrienden van Amstel en de vrienden van André Hazes. Ik vind dat wij daar te weinig fier op zijn. Ik las vandaag in dat Siska's Voeters en Niels de Stadsbader weer een programma gaan maken over muziek. En ik dacht, ja, dat hebben we nodig. Ik vind dat we mogen trots zijn op hetgeen dat we produceren. En niet alleen maar Engelstalig zijn, maar we maken prachtig Nederlandstalige muziek. Ja. Ik mis dat wel soms, dat we daar fier op zijn. Ja. Shayen, jij bent Miss België. Zijn we te weinig trots, zijn we te weinig fier als Belgen? Ja, zeker. Wel, hoe meer dat ik de wereld rondreis, ook als stewardess, hoe meer dat ik zie van, goh, ik wil eigenlijk naar huis. Want niet heel veel mensen kunnen tippen aan wat wij hebben, aan wat wij inderdaad produceren, wat wij te bieden hebben en de zorg die we hebben. En ik denk op jonge leeftijd al, toen ik als 19-jarige al begon te vliegen, merkte ik dat al toen ik naar Canada ging of naar Amerika vooral. Dus ik denk als je als jong meisje begint te reizen, dat je veel dingen beseft. Mm-hmm. En heb je dan een lievelingsplekje? Ik keer terug naar een van de vorige vraagreeksen van Tweespraak. Heb je dan een lievelingsplaats in België ergens? Wel, plaats. Ik kom van Gerardsbergen, dus ja. De muur. De muur. Dat is wel leuk om daar s'avonds gewoon te zitten en gewoon na te denken over heel veel dingen. Of gewoon daar helemaal alleen te zitten, dat klopt. Heb je wel ooit opgefietst? Nee, ik durf daar amper op stappen, dus fietsen zeker niet. Dat is heel stijl. Dat is waar. Catherine, heb jij een bepaalde band met een stad of een plaats in België? Ja, ik blijf toch altijd naar mijn ik woon niet meer in Oostende, maar als ik terug ga, ja, ik blijf daar wel ergens verliefd op. Ik zou er wel nooit meer kunnen wonen. Maar dan ga ik zo op de dijk gaan wandelen. En ik vind dat nu superleuk met de kinderen. En dan, ik weet niet, als je het groot beeld... Je hebt de blokken van Arne Quincy. En dan heb je een rood zeemansbeeld. Hey. En in Oostende noemen ze dat de pisser. Omdat hij naar de zee, zogezegd, plast. Hey. Mm-hmm. En dan kan je daar gaan rondlopen en de zon zakt. En dan ik word daar gelukkig van. En de geur van de zee, zeker van de Noordzee, dat heeft iets zeer specifieks. Dus ja, ik kom dan... Ik vind dat wel geestig. Ja, dat is geestig. Ja. We gaan van de zee naar iets totaal anders, uitstelgedrag. Een kwestie van even totaal te breken, zoals dat de zee breekt. Maar wat stel je steeds maar uit, Shayen, terwijl dat je weet dat het eigenlijk belangrijk is om te veranderen? Mijn auto opruimen, dat is altijd iets wat zich opstapelt, maar nu ben ik daar helemaal anders in. Ik heb heel hard aan mezelf ook gewerkt dit jaar. Dus, maar dat is maar iets kleins. Is vooral de mails beantwoorden heb ik gezien dit jaar ook bij Miss België. Ja, ik ga dat later doen, want hij zit dan met druk met iets. En nu heb ik zoiets van, als ik een bericht binnenkrijg, ga ik daar direct op antwoorden. Ja. Op alles. Dan moet je niet denken, ik moet straks dat nog beantwoorden. Of,
Ja, vooral mails. Je zei daarnet, je hebt daarnet een beetje verklapt, hè, over beantwoorden en ook reacties, waar ze een beetje de... Je gaf het ook mee, hè, dat in een miswereld, dat er heel wat reacties komen ook op social media. Je had een belofte van Kedist, die zei van, je mag echt niet naar die reacties kijken. Volg je dat 100%? Of heb je zowel ergens nieuwsgierig geweest om toch te piepen wat als ze reageren op jouw foto's? Of kan je echt zeggen van, nee? Wel, ik heb het geluk gehad, deze week heb ik totaal geen tijd gehad om zelf op familie te reageren. Laat staan krantenartikels opzoeken en gaan zien wie wat heeft gereageerd. Dus ik heb totaal geen tijd gehad om dat te doen. Ik heb zelf mijn eigen krant amper kunnen lezen of kopen, waar ik in stond. Dus gelukkig heb ik dat niet allemaal kunnen bekijken. Maar ik ga dat ook niet doen, want ik heb er geen nood aan. Want ik weet wie ik ben en ik heb zo hard gewerkt om hier te staan dat ik niet hoef te zien wat mensen van mij denken. Nee. Dat is mooi. Ja. Dat is heel mooi. En opvangen van andere mensen, ga je dat makkelijk een plaats kunnen geven, denk je? Of wordt dat toch een beetje persoonlijk dan? Ja, ik heb al berichten gekregen van vrienden en familie die zeggen, oh, dat is er gezegd, maar trekt u dat niet aan? En ik heb dan nog niet eens de neiging om te gaan kijken. Nee. Dus bij mij doet dat eigenlijk helemaal niks. Ik ben wel een keihard persoon daarin. En ik denk dat ze daardoor een Miss België zoeken telkens die wel hard kan zijn. Want het is altijd een harde wereld. Zeker de wereld waar we nu in zijn. Dat is niet gelijk 10 jaar geleden. Er was geen social media vroeger. Dus ja, ze kon het enkel tegen elkaar zeggen. Ze kon het niet op sociale media plaatsen. Dus nu bereiden ze zich voor van oké, we moeten iemand hebben die wel karakter heeft, die daar tegen kan. Want ik kan me voorstellen, Cheyenne, dat je toch een olifantenvel moet hebben als Miss België. Ja, inderdaad. En ik denk dat ze daarom een jaar lang met de finalisten en de kandidaten op pad zijn om echt te zien van wat voor persoonlijkheid hebben die. En dan nog tot de show zelf weten ze soms nog niet van, ja, ze zitten in de twijfel tussen, ja, zoals dit jaar 3 meisjes bijvoorbeeld, of 4 of 5. En ze moeten echt zeker zijn van de keuze die ze maken, hè? Want nu moeten we echt hard kunnen zijn. Je hebt het waarschijnlijk al 10.000 keer moeten vertellen, maar welk gevoel ging er door jou heen als jij hoorde dat jij de Miss België geworden was? Ik dacht, nee, dat kan niet. We hebben hier een fout gemaakt. Ja, ik was in shock. Ik wist niet hoe dat voelde om in shock te zijn in je leven. Want ja, of ik ben iemand zo heel lak soms. Ja, nu heb ik dat wel geleerd om zo... Allee, ik heb niet veel stress, maar ik kon alleen maar 1 ding doen. En dat was Kedist en Darlien knuffelen. Ja. Dat was heel mooi. En ik denk dat ik het nog steeds niet besef, maar het voelt normaal of zo. Ik voelde al het heel jaar door, van, ja, al heel mijn leven, van... Ja, maar ik ben Miss België. Dus het voelt niet... Ja, het voelt niet raar. En heb je die beelden al een paar keer teruggezien ondertussen? Ja, zeker. Ja. Ik heb niet heel veel tijd gehad om alles terug te bekijken, maar... Ik heb wel al een paar momenten gehad dat ik heel emotioneel was. Bijvoorbeeld, ik was in een interview in Wallonië, in Sudafoe. En dat kwam dan ook op televisie en dan mocht ik ineens te huilen. Dus soms komt die emotie dan wat later bij mij. Oké, mooi. Katrien, we gaan de vraag ook aan jou stellen. Wat stel je graag uit wat je eigenlijk direct zou moeten aanpakken in jouw leven? De was doen. Keuzen. Nee, maar ik doe dat niet mezelf, mag dat niet zeggen. Ik heb de neiging om mails en dergelijke wel te laten liggen. En zeker dingen die niet positief zijn. Daar kan ik soms lang op schikken, zoals we zeggen. Dus dat vind ik wel, dat laat ik wel liggen. Ja. Is dat dan een soort van feedback die je krijgt op dingen die jullie organiseerden of zo? Of hoe moeten we dat zien? Nee, ik krijg dat vaak van mijn medewerkers die ook wel zeggen dat ik vaak afwezig leek. Maar dat is omdat ik... Ja, bezig ben met andere dingen en je wordt dan gestoord. Ik zeg altijd, mijn bureau is het liedje Heb je even voor mij? Tok, tok, heb je even voor mij? En dan denk ik, ja, nee, ik ben juist bezig. Wacht, concentratie. En dan ben ik nog bezig en ik zeg ja. En die vertellen, maar eigenlijk luister ik niet. Dus voor mij is dat echt wel een werkpunt als ik zeg van, nee, nu niet. Kom bij je een 30 minuten terug. Maar enfin, dan zeg je, hij is wel soms afwezig. En dan zeg je, ja, morgen. Ben, op het moment dat ze gedaan hebben en vertellen, ben ik het eigenlijk al kwijt. Dus dat is wel een werkpunt en iets dat ik moet opletten. Ja, betekent dat dan ook dat je moeite hebt met multitasken of is dat iets anders dan? Ik geloof totaal niet in multitasken. Ik vind wel dat ik heel veel bordjes omhoog hou. Ik ben mama, ik ben bedrijfsleidster,
Soms met lange ei en soms met korte ei. Ik ben dan een spokesperson voor de eventsector. Ik ben partner. En soms vind ik het allemaal... Jongleren is zeer moeilijk, vind ik. Ja. Ja. Dat is wel een uitdaging, hè? Ja, maar ik kan dat goed geloven. En dan moet je nog plannen, want die kinderen moeten op kamp. Maar dan heb je ook een bedrijf die, waar dan er 15 aan je deur staan. Ja, dat is niet altijd even evident. Nee. Ja. Volgende vraag is ook een persoonlijke favoriet. Zijn allemaal favorieten blijkbaar. Dat is, welke kleine gelukjes, Katrien, maak je intens blij? Ik moet zeggen dat ik er wel een paar gehoord heb vanavond. Maar zijn er van die extra kleine gelukjes? Dat je zegt van, dat maakt mij nu echt een keer intens blij. Er is één. Ja, weet je dat je mij super blij maakt? Dat is de vrijdagavond, is bij ons aperitiefavond. En als ik dan die fles champagne open, toek. Zo, met een zuchtje moet je dat doen, hè. Je schenkt dat glas in. Die kinderen krijgen dan kiddeboel en dan zeg je... Die kinderen. Ja, die kinderen. Dan zeg je, we gaan proosten. En dan doen wij, op de Lameris. En dan drink je dat eerste slokje en dan denk je, zalig. Wat een mooi leven. Elke vrijdagavond. Soms nog meer. Maar ja. Elke vrijdagavond. Amai. Het lijkt me echt zo'n momentje waar het leven stilvalt, ja, onder omdat, jullie vier dan misschien? Onder ons vier, omdat ik het heel belangrijk vind in de ratrace dat we zitten, om heel bewust dat moment te houden. Ja. En we kiezen daar echt heel bewust voor om die dag ook niet te gaan eten, om afspraken te maken. Tenzij dat er een event is dat je echt niet onderuit kan, maar dat staat als... En dan eten we ook altijd hetzelfde. Altijd. Hakballetjes en tomatensaus met kroketjes. Altijd, altijd. Maar die kinderen weten dat, hé. Mijn kleinste zegt dan, is het nu vrijdag? Gaan we dan aperitieven? Dus dat is leuk. Ja, en dat maakt me echt intens blij. Dat is echt de essentie van het leven, toch? Die kleine dingen, die het leven zo moeilijk. Ja. Want de mensen die weten dat niet. Het is vandaag donderdag, dus... Morgen is het weer zo. Mañana. Ja, het zal wel zijn. En morgen komt ook uitzonderlijk de podcast al online. Is het echt? Ja, is echt waar. Ja, dan gaan ze allemaal morgen, verplicht moeten luisteren. Morgenavond kan je hem al beluisteren. Super. Ja, zware belofte, maar het is zo. Gelukkig hebben we ons niet te veel versproken. Nee, het viel mee. We hebben ook niet veel moeten knippen vandaag. Nee, is waar. We zijn er nog niet, we zijn bezig met de vraag. Cheyenne, heb jij een klein gelukje dat je intens blij maakt? Wel, ik denk als mensen of onbekende mensen gewoon lief zijn voor elkaar. Als je 's morgens naar de bakker gaat en je wandelt en een oud mevrouwtje passeert en je lacht naar elkaar. En ja, dat zijn zo kleine dingen. Of je zit in de auto en ineens zo de auto naast je die glimlacht naar u. Of op de parkeerplaats van de supermarkt ineens glimlacht er iemand keihard. Dat is mooi. En zo keizwaar onderschat, hè. Zo mensen die knikken naar elkaar en dan krijg je geen knik terug. Ja. Ik denk dat op zich zoiets is. Ik doe dat dus expres, hè. Als ik rondloop, dus ergens, en dan zeg ik maak daar een sport van, hè. Hallo, goedemiddag. En dan heb ik weet hoeveel mensen, kop naar beneden, of hoofd naar beneden, maar ik vind dat de max om te doen. Ja, want dat is effectief wel echt zo, want je vertelt dat nu zo heel mooi, Shine, maar hoeveel keer gebeurt dat? Want uiteindelijk, het is toch in mijn ogen zwaar onderschat, dat de mensen de dag van vandaag spontane vriendelijkheid een beetje afgeleerd zijn, vind ik. Ja, wij doen precies of wij allemaal aliens zijn, soms op straat. Dat is heel jammer, want ik heb nog nooit in mijn leven, ook al voel ik mij slecht, of ook al heb ik de ergste dag van mijn leven, ik ben altijd vriendelijk geweest. Ja. Altijd nog een dag, altijd nog een avond. En ja, ik denk dat dat een beetje ook in de opvoeding is, dat we zoiets hebben van, je kent die persoon niet, je moet daar niet tegen praten, want dat is in de Belgische opvoeding, denk ik, ook een beetje. Ja, want het omgekeerde is de realiteit. We leven allemaal een beetje in een verzuurde maatschappij, is dat net ook een beetje aan bod gekomen. Ja, als we er zelf niets aan doen, dan gaat het nooit veranderen natuurlijk. Nee, en daarom moeten mensen die een beetje macht hebben of een beetje veel volgers het goede voorbeeld geven van hoe het wel moet. Ja. En heb je de indruk dat jij zelf ook een soort van voorbeeldfunctie hebt als Miss België? Wel, ik ben het nog maar 4 dagen, maar ik hoop als ik veel meer mensen, veel meer volgers ook bereik, dat ik daar meer mensen mee kan influenceren, ja, zeker. Dan gaan we ook naar de laatste vraag doorspoelen, Steven. Absoluut. Het is de laatste, maar het is een hele mooie.
En het gaat over goede raad die we geven en ook soms willen krijgen. We zijn allemaal in een fase van ons leven waar we al iets hebben meegemaakt. Maar wat had je eerder willen weten? Welke raad, welke tip had jij eerder willen krijgen in jouw leven, Katrien? Met wat je nu weet. Ik weet nog goed, toen ik een jaar of 18 was. En ik had met mijn mama een gesprek. En mijn ouders zijn al samen van hun 16 jaar. Dus dat is wel jeugdliefdes. Jeugdliefdes, oh, mooi. Ja, dat is mooi. En het ging over de liefde. En ik zei, ja, kijk mama, kijk. Jij en papa, die hebben elkaar altijd graag gezien. En die zei toen tegen mij, maar meisje, denk jij altijd dat dat zo makkelijk is geweest? En ik, ja. Ja, zo naïef he, dat je zei dan. Ja. Zeg ze, denk je dat ik nooit een keer verliefd ben geweest op iemand anders? Nee. Zeg ze, jawel, dat is wel gebeurd. Maar we hebben altijd hard gewerkt voor elkaar. Mm. En we hebben altijd geloofd in elkaar. En we hebben altijd die liefde teruggevonden in elkaar. En ik vind dat een van de mooiste dingen die mijn mama mij ooit heeft verteld. En ik hou dat altijd bij. Mm. Want het is niet evident, geen één relatie. Het gaat niet alleen over liefdesrelaties, het gaat over werkrelaties. Maar altijd moeite doen voor elkaar. Dat die voor blijven doen. Mm. Ik vind dat een van de mooiste wijsheden dat ik gekregen heb. Ja, want daarover gaat het liedje. Zij gelooft in mij van Anne de Gazes. Ja, en zij gelooft in mij. Ja, ja, klopt. Amai. Zij gelooft in mij. Ik vind dat, ja. En is dat dan ook iets dat je nu al aan je kinderen kan doorgeven? Of zijn ze nog te klein daarvoor? Nee, ik denk hetgene wat je daarnet zei, Shane, dat je goeiemorgen zegt. Dus ik sta erop als mijn kind, mijn jongste, of staat aan school, zeg ik altijd goeiemorgen zeggen. Hè? Altijd. En dan zeg ik, niet, die zegt, goeiemorgen. Goeiemorgen. En hij weet dat ook. En dan zegt hij, goeiemorgen. En ik probeer mijn kinderen wel waarden en normen mee te geven. En ook het feit dat je elke relatie moet voorwerken. Niks komt vanzelf. Ik heb niks gekregen in dit leven. Alles dat ik heb nu, het feit dat ik vandaag hier zit, heb ik zelf voor gezorgd. Mm-hmm. En dat vind ik wel heel belangrijk. En daar zijn we heel blij om. Maar ik ben heel blij dat ik hier mag zijn ook. Hè. Perfect. Shayan, zijn er dingen die jij eerder had willen weten? Je bent een meisje van, of een jonge dame van 22. Welke raad had jij eerder willen horen van iemand? Wel, ik denk dat ik ga aansluiten bij u. Dat is heel mooi wat je hebt gezegd. En ik zou kunnen zeggen van ja, je gaat mensen tegenkomen of liefdes tegenkomen waar je twee keer bij moet nadenken. Soms jonge vrouwen zijn nog niet genoeg verliefd op hunzelf, waardoor ze misschien bij de eerste de beste, omdat ze daar liefde van ontvangen, daaraan gaan vasthouden. En het is heel belangrijk dat je die zelfliefde eerst zelf hebt, dat iemand je daarna compleet kan maken. En dat wil ik wel zeggen tegen de jongere mij, van zorg dat je genoeg eerst van jezelf houdt. Maar dan nog, dan is er ergens een tegenpool die zegt van iedereen op je leven, ook al wilt je leven kapot maken, of ook al brengt je heel veel miserie, is er voor een reden om je issues van binnen te healen. En dus ik denk dat ik altijd moet dankbaar zijn voor iedereen die in mijn leven is geweest. En iedereen eigenlijk. Maar je moet wel soms, als je van jezelf meer houdt, twee keer nadenken van waar is de grens? Waar moet ik stoppen met van iemand te houden? Ja. Mm-hmm. En we leren altijd van, je moet van iedereen houden. Maar we leren niet van wanneer we moeten stoppen met van iemand te mm-hmm. houden. Mm-hmm. Maar men zegt ook wel dat je enkel van anderen kan houden als je van jezelf houdt. Ben je ja, daarmee dat eens? Klopt. Ja, ik denk dat je anders wel in een toxische relatie kan komen, omdat je jezelf niet hebt genezen en dan wil je constant liefde van een persoon. En ja, dat is niet gezond. Dat mag niet je nummer één zijn in het leven. Mm. Als dat geen mooi einde is van een boeiende podcast, Pietrian? Dan weet ik het ook niet meer. Nee, dat zijn voor mij dan de kleine gelukjes. Van die quotes dat je denkt van, ja, daar ga ik nog lang over nadenken. Op het einde van elke podcast vragen we aan onze gasten hoe zij het hebben ervaren. Het zijn niet de clichévragen die jij elke dag zal krijgen in interviews, denk ik. Nee, dat klopt. Hoe was het voor jou, Shayan, deze reis? Wel, het was eigenlijk mijn echte eerste podcast. Dus het is echt wel super leerrijk ook om jullie allemaal aan het woord te horen. En ik leer daar heel veel van. En ja, het was fantastisch. Oké, dankjewel. Katrien, dit was niet jouw eerste podcast, maar het is wel een podcast die anders was dan de vorige, denk ik. Sowieso. En wat het altijd boeiend is aan dit doen, is dat je mensen leert kennen dat je anders nooit op je pad ging tegenkomen.
Wie had gedacht dat ik ooit met een Miss België in dezelfde podcast ging zitten? Ja, maar pas op, hè. Ik was vroeger wel trouw van het kijken naar Miss België. Vroeger ja, was het toen nog op VTM, werd uitgezonden. Ik vond dat... Dat zijn mooie shows, hè. Allee, ja. Ik vind het jammer dat er daar minder aandacht aan is. Dus ik vind het leuk om mensen zoals jullie hier te leren kennen en te spreken en te filosoferen over het leven. Het is niks mooier dan dat. Maar met een glas wijn was ook goed, hè. Ja, maar dat vraag ik me. Ik denk dat de versprekingen dan zo naarmate dat de podcast vordert... De mensen gaan hier nog denken dat ik een alcoholprobleem heb. Ja, dus dat is niet waar, hè. Zonder glas wijn. Ja, in een zo'n mooie fles... Ja, Brad Pitt en van Chateau Miraval. Voilà. Oké, super. Alleszins hartelijk bedankt, dames, om hier aanwezig te zijn vanavond. Dankjewel, Katrien. Dankjewel, Cheyenne. En dankjewel ook, Darlene Vos. Want het is een heel drukke week voor Miss België. En ze heeft toch tijd genomen voor ons. Dus we zijn heel vereerd. Dankjewel, yes. Darlene. Steven, opnieuw bedankt voor deze sessie. Jij ook. En tot de volgende tweespraak. Tot tweespraak.